Hi Schorpioen, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 37. En het is van maandag 9 september tot en met zondag 15 september. Dus dan een kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is, Schorpioen, waarin je voor jezelf nog wel eens een beetje kan gaan piekeren. Alsof je misschien ergens een beetje tegenaan loopt, waar je het gevoel hebt dat je ja, echt er ergens tegenaan loopt. Je komt er niet uit en je lijkt je beste communicatieskills naar voren te halen om heel duidelijk jouw gevoel aan te geven, maar het lijkt een klein beetje te botsen. Dat geeft helemaal niks, want soms gaat dat zo en je hoeft niet iedereen te overtuigen van een bepaald stukje, ook al zou je dat heel graag willen. Het kan hooguit voor jezelf betekenen. Kijk eens waarom het voor jou zo belangrijk is dat je daar op één lijn zou moeten zitten. Ik heb het idee dat je in ieder geval voor jezelf, na dat stukje waar je even tegenaan gelopen bent, heel duidelijk weer het stuk gaat oppakken waar jij als persoon heel blij van wordt en je lijkt dus absoluut in beweging te zijn. Maar het kan wel zijn dat je tegen een bepaald conflict aanloopt, wat je eigenlijk heel graag opgelost wil hebben, maar waar je misschien meer mag kijken: wat maakt mij gelukkig en moet ik hier wel heel de tijd in mee doorgaan of moet ik het misschien gewoon even laten rusten? Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.